Wijkbezoek. Ik ben het getal vergeten, maar na een paar wijkbezoeken gedacht. Ik zit altijd in een vast programma waar me vaak door allemaal goed bedoelende wethouders, daar gaat het niet om, maar toch vooral successen getoond worden van de aanpak. En ik heb toen na een stuk of 10 wijkbezoeken gezegd, ik wil graag zelf officieel als grootste onderdeel van het programma een debat met bewoners waar, en zoals dat, zo is het ook als het goed is met jou gedeeld, waar zij, iedereen, u dus, bepaalt wat er aan de orde is. Ik zou aan de minister willen vragen hoe hij erbij komt om nog steeds te volharden in het beleid, wat hij uitvoert, om in een vogelaarswijk, hoe langer hoe meer, koopwoningen te willen bouwen. Ik kan u verzekeren vanuit, laat me zeggen, vanuit het verleden, dat dat echt niet werkt. En dat weet u zelf ook. Nee, dat is toch een investering? Dat gaat er toch maar alleen op achteruit? Nee, dat laatste ben ik helemaal niet met u eens. Het eerste was ik een beetje niet met u eens. Er is weinig dat ons deelt, dat ons verbindt vanavond. Ik vind het heel goed als mensen uit andere wijken de ontwikkeling van aandachtswijken zo positief vinden dat ze er willen wonen. Maar we stoppen dus helemaal geen geld in koopwoningen, want die worden gewoon gebouwd voor rekening en risico's. Een risico van degene die ze ontwikkelt en dan betaald door de mensen die er gaan wonen. Maar waarom willen die mensen, waarom krijgen die niet een kans om de woning wat eventueel toch gesloopt zal worden, waarom krijgen die mensen niet de kans die woning zelf te kunnen kopen? Ja, ik weet niet precies waar het over gaat in Nazareth, maar dat is juist de crux die we ook gemaakt hebben, denk ik, afgelopen jaar. Zeker voor de kop van Nazareth Noord, waar het oorspronkelijke plan inderdaad uitging van vrij massieve sloop. Nou, daar is ook vanuit de wijk volop reactie op gekomen. Daar is ook de coöperatie serieus nog een keer in die wedstrijd gedoken om te kijken, kan het ook anders? En daar komt juist dit voorstel naar voren. Dat zal betekenen dat we nog wel selectief gaan slopen op die locaties die vrijkomen omdat mensen vertrekken. Maar juist ook die andere kant van de medaille. Mensen die zeggen, ik wil hier dolgraag blijven wonen, ik wil mijn woning zelfs kopen. Die mogelijkheid gaat er komen. Sterker nog, dat worden dan woningen waarbij ook meer uitbreidingsmogelijkheden gaan geboden worden. We moeten zorgen dat de mensen kunnen wonen. En voordat de vogelaars geld kwam, waren de mensen tevreden in Nazareth. Mensen hebben de stad, die oudere mensen, hebben de stad Maastricht gemaakt in de Finks. In al die fabrieken, de ANSI, noem maar op, de Radium en al die fabrieken. Die mensen hebben de stad Maastricht gemaakt. En nog één ding wil ik graag aan u terugzeggen. Want u zegt, de mensen waren gelukkig voordat het vogelaars geld of het aandachtsgeld. Laat ik het dan zo zeggen, want ik wil u alle respect betuigen. Maar Maastricht Noordoost is dan de absolute uitzondering ten opzichte van al die 39 andere wijken. Als het echt waar is dat iedereen voor dat geld gelukkiger was dan nu. En ik denk niet dat u dat bedoelde. Nee, ik zeg niet dat er geen problemen in Nazareth zijn. U overdreef een klein beetje. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb onkosten. Ik heb in mijn pand geïnvesteerd. En dan hoor je op tijd van 1 jaar, de winkels gaan niet door, de supermarkt komt niet door, alles wordt gesloopt. Ja, die sloop is dan nou van de baan. Ja, ik vind het gewoon schandalig dat er nog niet één keer met ons is overleg. Van luister, jullie hebben daar eigen panden, dat krijgen jullie zwart op wit, dat jullie worden tegen de geldende prijs, waar jullie 40 jaar voor hebben gewerkt, voor jullie pensioen. Niks. Ja, ik mag heel erg graag hopen dat het niet helemaal klopt en dat er wel contact met u is. Want het zou inderdaad, het zou een beetje verkeerde boel zijn als dit allemaal waar is. Dus mag ik even vragen, Wim, kom ik er zo graag even op door. Want Wim, dat kan ik me niet voorstellen. Nou, er zijn denk ik zeker wel contacten geweest. De vraag is in welke... Wat zegt u? Nee, wellicht nog niet met de gemeente. Dat zou kunnen. Maar er zijn in ieder geval volop gelegenheden geweest dat ik ook met de gemeente in gesprek had kunnen komen. En er zijn wel contacten in ieder geval met Woonpunt. Dat weet ik heel zeker. De gemeente heeft besloten 15 jaar geleden voor die wijk op de vlakte te gaan. Tot heden staan er nog altijd huizen. En de gemeente heeft die huizen opgekocht. En die hadden ze geen geld meer, hebben ze doorverkocht sinds de fases. En die hebben ook geen geld. En als je nou de Hummerweg ziet, een troep, een bende, dat is gecreëerd door de gemeente. Is dat nou wat we willen? Nee, dat is niet wat we willen. En dit hoor je gewoon te vaak. En dat is Wim een reëel punt. Het kost ons als overheid te lang vaak
om te komen tot echte uitvoering. Vanaf het begin van het idee tot uitvoering, daar zit vaak 15 jaar of langer tussen. En daar moeten wij als bestuurders iets op vinden dat fundamenteeler is dan wat we er tot nu toe op doen. Nu zeggen we gewoon, we doen ons best en we proberen zo goed mogelijk af te stemmen. Maar dit soort processen, die hebben die verwoestingen waar je het over heeft.